Op de grote stille heide dwaalde herder eenzaam rond. In de serie Zo werkt het zijn we deze keer naar de Lemerenberg gegaan om wat meer informatie te krijgen over het beroep van schaapherder. Teun Heuver, je bent schaapherder in dienst van het landschap Overijssel. Altijd al schaapherder willen worden? Nee, dat was de bedoeling eigenlijk niet. Want ik ben gewoon een boerenzoon en mijn vader had niet zo'n heel groot bedrijf. Dus mijn broer wilde ook graag boeren en toen moest een keuze maken. Mijn broer boer of ik. Toen ben ik thuis gestapt en ik zeg, nou dan ga ik wel de andere weg zoeken. Dan ben ik in de bouw gegaan. Dan ben ik 9 jaar in de bouw geweest. In 1980 ben de bouw slecht, kwam ik in de WW. In 82 kon ik bij het landschap komen in de bosbouw. Dat was een of andere E-regeling en die duurde 2 jaar. En ben ik 2 jaar gewerkt. En toen was het geld weer op. Ik kwam in de WW of ik kon schaapherder worden. En daar heb ik me aangenomen. Hoe ziet een werkdag van een schaapherder uit? Nou, bij zomerdag gaan we met de schaap de heide op april beginnen wij. Ik begin morgen om 9 uur tot 4:30. 7,5 uur per dag op de heide. De schapen die grazen over de heide. Vandaar ben ik hier, morgen op die plek en overmorgen op een ander plekje. Je kunt elke dag niet naar dezelfde plek gaan. Ik moet 400 hectare over en ik moet alles begrazen. Ja, die schapen die zijn dus nu niet in de schaapskooi. Die ligt een heel eind verder weg. En die hebben dus hier overnacht. Ja, de schapen die overnachten hier op de Zuidhallig noemen we dat. Maar de kooi staat eenmaal aan de noordkant. En de afstand van noord naar zuid is ongeveer 6, 7 kilometer. Als ik hier naartoe wil, 's morgens om 9 uur, en ik moet om 4:30 bij de kooi wezen, dan doe ik niks al drijven met de schaam en dan doen ze hun werk niet. En dat overnachten hier zo in de buitenlucht, dat gaat goed? Ja, gaat prima. De schaam staat gewoon achter een draadje op een accu. En er staat goed stroom op en die hebben nog geen problemen gehad. En zeggen, ik 's morgens hier kom, de schaam zijn weg. Op zijn schapen past de hond. Niemand die de rust verstoort. En de herder breidt maar voort. Hoe groot is de kudde nu? De kudde is op het moment 420 hier lopen. En ik heb er nog 65 lopen naar die schraalgras. En ik kom volgende week nog weer bij. Maar ik heb de ramlammen, die ben 4 maanden oud. Dan moet ze wegwezen, want anders dan krijg je inteelt. Kun je nog eens even iets vertellen over het nut van zo'n schaapskudde op de hei? Nou, die schapen zijn hier heel nuttig, want die schapen die vreten gras tussen de heide weg. Verschraalt de grond, komt meer licht in de bodem. En dan kan de zaad van de heide opkomen en dan kan de heide doorgroeien. Bij winterdag is er geen gras, dan moet ze heide snoeien. En dat zal ik even laten zien. Kijk, ze vreten de groene gras, of de groene heide, plukjes, de vreten staan af. En dan volgend jaar vertakken we weer 3 à 4 keer weer. En dan kun je een mooie dichte pijt van de heide. Kijk, dat kun je ook van mooi zien. Hè? Dit is ook een keer afgebeten geweest. Kun je dan vijf keer deze. Die honden die zijn wel belangrijk, hè? Ja, zonder hond kun je niet weggaan. Maar dan kom ik s'avonds niet met de schaam meer binnen. De taak van de hond is, als de schaam te veel naar links loopt of ziet te ver van mij af, dan zeg ik, hallo, haal die hond op. De schaam met hem op. Kijk, en dan stuur ik hem weg. Anders moet de hond niks doen. Nee, maar hij moet wel de kudde bij elkaar houden. Hij moet de kudde wel bij elkaar houden. Een schaap is wel een kudde, dus ze blijven bij elkaar. Het is hier een beetje glooiend. En hier daar staat ook veel jeneverbes. Dan willen ze wel een keer een groepje achter de deur wegtrekken. En dan zien ze elkaar niet meer. En dan willen ze een groepje wegtrekken. Maar één schaap loopt nooit alleen weg. Het is altijd een groepje. En ik heb ook 8 schapen met een bal om. Altijd een groepje weg. Is het vast alleen met een bal bij. En dan kan de hond kan ze horen waar ze zijn. Die gaan ze zo weer doen. Ja, nu moet de honden in actie komen, want die schapen lopen te veel onder de bossen en dat willen ze liever niet. Mag niet van landschap. En zodoende stuur ik de honden even naartoe. En die haalt de schapen weer op de heide. Ja? Thank you.
Ze luisteren goed naar het fluitje? Ja hoor, dat fluitje geeft een heel hoge toon. Een kilometer afstand, tinnen binnen in, hoor je onder dat fluitje nog. Dus ik hoef niet hard te roepen of zo in natuur en zeggen, nou, je verstoort alles. Ja, wat moet een herder allemaal kennen en kunnen? Ja, je moet de schapen, je een klein beetje kennis van hem, van de schapen. En ook van de natuur natuurlijk een klein beetje. Maar als een schaap ziek is, ik ben 40 praktisch niet meer nodig. Want ja, je weet wat ongeveer de schaap scheelt. Nou, ik behandel hem zelf. En wat is nou het mooie van jouw beroep? Ja, bij zomerdag is het romantisch, maar bij winterdag is het dramatisch. Want bij zomerdag, als het mooi weer is, dan ga je mooi onder de boom zitten. Mooi zonnetje en de hond doet het werk wel. En je hebt altijd mensen bij je, toeristen. Je hebt overal wandelaars van die grijze golf, die hebben wel een dag in de week vrij. Die gaan altijd, als het een beetje mooi weer is, gaan ze fietsen en dan een wandeling maken. En dan zoeken ze altijd de herten naar hem op. En dan wil ze ook altijd een praatje maken. En dan, als het dan slecht weer is, ja, dan ben je alleen niet blijven in zich je mens. Of een keer wel een keer een hard lopen. Hoi, hoi. Ja, wat is gebeurd? Heeft dat blad nog een speciale betekenis? Roepen ze elkaar dan nog voor? Nou, ik heb net de hond de schaap bij elkaar gehaald. En daar is moeder en de lam bij elkaar kwijt. En dan doen ze niks aan elkaar roepen, ik ben hier. En dan gaan ze naar elkaar toe en dan is het met een kwartiertje weer rustig. Op een gegeven moment dan moet de schaap ook een keer geschoren worden. Dat lijkt me ook een heel gedoe. Ja, dat wordt ook een heel gedoe. 13 juni, dus zaterdag scheren bij de kooi. Dan mag voor het publiek, iedereen mag komen. Ik scheer dan gewoon met een handschaar. En een collega die scheert dan met elektriciteit. En dan kun je verschil zien. Maar die andere wordt geschoren een paar dagen voor je tijd of na je tijd, in juni. Maar ik kan bij een man in Oostal, die scheert de schapen. Die scheert dan 35 schapen in een uur. Zo snel? Zo snel. Dus anderhalf minuut even een schaap schoon. Je houdt wel van je werk, maar ik neem aan dat je toch geen 7 dagen per week op de hei bent. Nee, niet 7 dagen. Ik werk 5 dagen in de week loop ik ermee rond. De weekend zou een hele grote afvraag staan met striktaart. Dan breng ik ze 's morgens naartoe, haal ze 's avonds weer terug. Ik heb ook vervangen, want als ik een vakantie heb, of ik wil een keer een baaldag hebben, of ik wil een snipperdag hebben, kijk ik dan overleg ik met Anita Wiegers. Die loopt dan met de schapen. Ja, de herder van nu, die heeft in tegenstelling tot vroeger, die heeft wel de beschikking over allerlei communicatiemiddelen, zoals een mobieltje, wat je dus ook wel eens gebruikt natuurlijk. Ja, mobieltje kun je daar niet zonder meer, want als je op de hei loopt en je bent de dag in de herfst en zo, kan het maar geslaat wezen, kun je onderuit glijden. Dan kun je de been maar breken en dan geen mensen op de berg is, dan kun je niemand bereiken. Ik heb mijn radio bij me, dus je kunt het nieuws even horen als je alleen bent en een muziekje en zo. Dus. Als ik je zo hoor, dan denk ik dat je nog een heel poosje met dit werk doorgaat, als je gezond blijft, of niet? Nou, ik heb zo vaak gezegd, ik wil 100 jaar worden, als dat mijn leven kost. Maar dat werk dat kun je wel doen als je 100 jaar bent. Je moet goed te been wezen, je moet goed lopen kunnen en dan verder gaat alles vanzelf. Je moet een goede hond hebben. Bedankt voor je medewerking. Graag gedaan.